Wat zou je doen als je moest vluchten voor water dat alsmaar blijft stijgen? Voor Nederlanders is dat niets nieuws. Al sinds de prehistorie moeten mensen in Nederland wijken voor dat water. En in Batavialand, in Lelystad, kun je nu zien wat het water vroeger allemaal heeft overspoeld. Iemand die daar echt alles vanaf weet is Iftinus van Popta, de archeoloog. Zo kennen we hem. Hij heeft ook het promotieonderzoek naar dit onderwerp gedaan. Iftinus, goedemiddag. Goedemiddag. Expositie dus over de dreiging van stijgend water in Nederland. Misschien wel een thema dat we naar de toekomst kunnen doortrekken. Maar laten we maar eens in het verleden beginnen. Hè. Wat kunnen we allemaal zien? Ja, inderdaad. We kunnen duizenden jaren teruggaan en dan dit thema eigenlijk al aandragen. In de prehistorie, dus nou, laten we zeggen een 5000 jaar geleden, had de mens hier al mee te maken. Toen was Nederland nog heel anders, zag Flevoland er ook heel anders uit, was het ook land. En toen kwam de zee kwam als het ware naar Nederland toe en moesten mensen al op de vlucht voor dat water. Dus wat deed men? Men ging op oeverwallen, op rivierduinen wonen. Maar uiteindelijk werd men daar ook van teruggedrongen. En zo ontstond uiteindelijk een heel groot veengebied. Wat als het ware begon te verdrinken. Waaruit de Zuiderzee is ontstaan. Dat is een periode van duizenden jaren. Maar op een gegeven moment is die mens gaan denken van laten we dit gebied toch maar weer intrekken. Het is dan wel nat, het is drassig, het is veen. Maar daar kunnen we ook wel wat mee. We kunnen dat ontginnen en we kunnen daar gaan wonen. En dat is eigenlijk waar ik in mijn promotieonderzoek tegenaan ben gelopen. Dat daar in die middeleeuwen, zo'n 1000 jaar geleden, dus mensen hebben gewoond in vooral het Noordoostpoldergebied. En daar resten hebben achtergelaten. En bij Batavialand is daar nu een tentoonstelling, expositie van gemaakt om te laten zien hoe die mens tegen het water heeft gevochten in die duizenden jaren tijd, waarbij de nadruk ligt op de middeleeuwen. Ja, want het is vechten tegen water, het is natuurlijk je beschermen tegen het water. Hoe gingen ze daarmee om in die tijd? Ja, nou, in de prehistorie was er niet heel veel meer mogelijk dan weg. Dat was de enige optie, dus dat deed men ook. Gewoon in vertrekken. De middeleeuwen waren. Sorry? Gewoon vertrekken dus. In ieder geval in de middeleeuwen waren er dus wel mogelijkheden om tegen dat water te vechten. Door dus dijken te bouwen, door het gebied te ontginnen, slootjes te graven. Te zorgen dat het water langzaam maar zeker. Langzaam maar zeker. Even kijken hoor. Ja. Geef er eens een lap op. Langzaam maar zeker loopt hij een beetje vast, Iftinus. Ik weet niet of je mij nog hoort, maar we horen jou niet meer. We gaan even opnieuw contact proberen te zoeken. En dan hopelijk iets stabieler met Iftinus van Popta. Want we moeten deze strijd tegen het water nog even wat verder bespreken natuurlijk. Ik zit in Groningen. Dat zal het zijn geweest. Ja, ja. Want langzaam maar zeker. Je was net aan het vertellen hoe destijds in de prehistorie mensen probeerden om zich te beschermen tegen het water. Ja, aanvankelijk konden ze niet meer dan op de vlucht slaan eigenlijk. Daar kwam het op neer. Maar langzaam maar zeker kwamen er meer mogelijkheden. Dat vertelde je net. Ga door. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dus in die middeleeuwen kwamen dus meer mogelijkheden. Mensen werden vindingrijker, konden dijkjes aanleggen om het water een beetje op afstand te houden. Maar eigenlijk creëer je daarmee dus het gevaar zelf. Dat als je een gebied gaat bedijken, dan gaat alles erachter gaat uitdrogen en inzakken. En die zee kan veel makkelijker doordringen. En die dijkjes waren een meter, anderhalve meter hoog. Ook niet zo stevig als ze vandaag de dag zijn. Dus met de aanleg van die dijken leek het een beetje een bescherming te zijn van het gebied. Maar uiteindelijk kwam de zee daar dubbel zo hard overheen. Want die dijken waren werd ook toch niet zo dat goed gebied als tegenwoordig, grotendeels weggeslagen. Iftinus en ja, Bastiaan, ik weet niet of je dat net nog gehoord hebt, omdat de verbinding er toen uitvloog. Maar Bastiaan die vroeg zich af toen je vertelde over die dijken en zo die aangelegd werden. Wat krijgen we daar nou eigenlijk van te zien op de expositie? Ja, nou, van de dijken zelf krijgen we niet heel erg veel te zien natuurlijk. Want daar is echt helemaal niks van overgebleven. De zee heeft die als het ware helemaal weggeslagen. Maar wat er achter die dijken lag, dus de verdronken dorpen, daarvan kunnen jullie tijdens de expositie de resten terugzien. En dat is eigenlijk een unicum, want voor het eerst zijn in Batavialand de resten te zien van het verdronken dorp Nagelen, Marknessen, Veenhuizen 1 en Veenhuizen 2... En nog het gebruikelijke rest van Schotland, wat natuurlijk veel bekender is. Ja. Maar op deze manier is dus een beeld te vormen van hoe het er in de middeleeuwen uit heeft gezien. Wat de laatste resten zijn die daarvan over zijn gebleven in Flevoland. Ja. Aanleiding voor deze expositie, kan ik me voorstellen, is natuurlijk ook de klimaatverandering. Dat toch een reden was om dit onderwerp eens uitgebreid te belichten.
Ja, zeker. Dat speelt ook een rol. En eigenlijk is die klimaatverbetering of verandering, die kent al een oorsprong 10.000 jaar geleden. Toen begon de aarde op te warmen, dat is een natuurlijk proces. En daardoor is die zeespiegel gaan stijgen en zijn die dorpen uiteindelijk gaan verdrinken. Dat is een combinatie van factoren. En vandaag de dag speelt dat ook nog een rol. Als wij niet goed blijven opletten en die dijken niet blijven verhogen, dan is de kans dat uiteindelijk ook Flevoland weer onder water zal komen te staan. Dat wordt natuurlijk wel voorkomen. Maar 500-600 jaar geleden was men daar veel minder goed tegen bestand dan dat vandaag het geval is. Ja, nou in ieder geval een actueel onderwerp dus eigenlijk ook. Terwijl we dus heel ver teruggaan in de tijd. Expositie Verdronken Land te zien bij Batavia Land in Lelystad. Tot wanneer kunnen we die bezoeken, heeft Ines? Sowieso de komende maanden is dat allemaal te zien. En er komen ook nog nieuwe informatiepanelen bij. Ik heb vorige week nog een lezing gegeven daar. Die zal daar ook delen te zien zijn. Dus mensen kunnen alle informatie tot zich nemen. En laten we zeggen dat het in ieder geval de komende maanden nog uitgebreid gaat worden. Dus kom zeker kijken. Ontzettend bedankt. Eftines van Popta.